Vanuit het kleinhandelsgebouw Somsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn gast is vanavond Christy Okker. Jij gaat ons iets vertellen over het digitaal huis. Voor mij een nieuwe term. En dat digitaal huis gaat komen in de bibliotheek in Middelharnis. En het is iets nieuws. Kun je daar iets over zeggen wat het is? Ja. Nou, het digitaal huis is, want jij zegt, komt in de bibliotheek van Middelharnis. Ja. Dat klopt. Maar het zijn eigenlijk twee dingen. Dus het digitaal huis is, het belangrijkste is dat het een samenwerkingsverband is tussen allerlei verschillende organisaties en partijen ja. die zich bezighouden met de basisvaardigheden. Zoals? En de basisvaardigheden dat zijn lezen, schrijven, rekenen. En tegenwoordig ook de digitale vaardigheden, die worden daar ook onder genoemd. En dat digitaal huis, dat is dus echt een samenwerkingsverband van al die partijen die zich daarmee bezighouden. En dat is dus één. En ja. Het tweede is wat jij inderdaad net aangeeft. Het is ook in de bibliotheek van Middelharnis. En dat is dan de fysieke plek van het digitaal huis komt in de bibliotheek. En daar kan dus iedereen die daar gebruik van wil maken of aan mee wil doen, hoe ga je het noemen? Die kan ja. daar terecht. Ja, die plek in de bibliotheek inderdaad, ja, wat ja. je bedoelt. Dat is een plek, het is een soort loket, zeg maar, het loket van het digitaal huis. Ja, ja. En nou, wat doen we daar dan in die bibliotheek? Daar kun je terecht met al je vragen over die basisvaardigheden. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaat het dan om kinderen? Gaat het om pubers? Gaat het om volwassenen? De basisvaardigheden die leren op school, toch? Ja, nou, het digitaal huis is echt voor volwassenen. Ja. En wat wij als doelstelling hebben van het digitaal huis is om de laaggeletterdheid op Goeree-Overflakke terug te dringen. En de inwoners van Goeree-Overflakke om hun, zeg maar, hun participatie en hun zelfredzaamheid te vergroten. Dat is eigenlijk de doelstelling van het digitaal huis. En daarom verbinden wij ons met elkaar, met verschillende organisaties, en welke met verschillende organisaties partijen. Nou, allereerst dus de bibliotheek. Ja. Daar beginnen we mee. We hebben opdracht vanuit de gemeente, dus dat is ook een partij. Ja. Stichting Zijn bijvoorbeeld. Ja. WPGO zit erbij in, dat is dan weer een onderdeel van de gemeente. Vluchtelingenwerk, Scalda, de opleider die uit Zeeland die een vestiging in Goes heeft. Albeda College zit er ook bij in. Dus ja, en ik zal er vast nog een aantal vergeten, ja, maar een ja. heel breed palet aan partijen die in dat digitaal huis deelnemen. En met elkaar gaan wij daarmee aan de slag. Oké. Okay. Er roept toch wel een paar vragen bij me op. Nou, vertel. Laaggeletterdheid. Ja. Dat zullen veel mensen verstaan als, dan kun je niet lezen. Ja, en dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. Dat is echt een verschil. Als je analfabeet bent, dan kun je niet lezen, niet schrijven. Nee. Dan zie je wel letters, maar dan heeft dat geen betekenis voor je. Dus dat zijn enkel tekentjes en dat, ja, dat ja. is niks eigenlijk. Ja. Als je laaggeletterd bent, dan kun je wel lezen, dan kun je wel schrijven. Maar op een zodanig laag niveau dat het je belemmert in, in je eigen ontwikkeling. In het voldoende meedoen in de maatschappij. En dat is laaggeletterdheid. Dan kun je bijvoorbeeld niet een formulier invullen. Dat zou kunnen, inderdaad. Maar dat, er zitten natuurlijk ook gradaties in. Maar ja. Laaggeletterden hebben inderdaad moeite met dat soort dingen. Ja, ja. Zeg maar de dagelijkse dingen eigenlijk. Dus bij de bushalte uitzoeken. Bijvoorbeeld. Welke bus moet ik hebben? Ja, want als je niet goed kunt lezen, niet goed kunt schrijven, dan kan je dat soort dingen niet. Nee. Je hebt moeite met informatie vinden, maar ook moeite met informatie, zeg maar, verwerken en juist keuzes daarin maken en dan ook kunnen toepassen, bijvoorbeeld.
Dus dat zit er ook nog allemaal achter. Okay. En ze kunnen dan ook niet googlen, bijvoorbeeld? Ja, dat wil ik niet zo zwart-wit zeggen, maar digitale vaardigheden, ja, dat komt er ook nog bij. Want als je moeilijk kunt lezen, ja, dan heb je ook moeite met die informatievaardigheden. Ja. En dat moet je wel steeds meer kunnen in deze maatschappij. En nou zeg je, dat willen we op Goeree Overflakke terugdringen. Ja. En dan heb je zulke goede scholen. Ja, dat klopt. En hoe komt dat dan? Dat klopt. Nou, dat is sowieso, hè, want het is landelijk ook laaggeletterdheid. Het staat nu echt wel op de agenda ook, op de politieke agenda. En ja, je zou zeggen, hoe kan dat, hè? In een land als Nederland, waar zo'n ontwikkeld land, goede scholen. Ja. Ja, het komt dus gewoon voor, ook in Nederland. En hoe kan dat dan? Want ze doen allemaal CITO-toetsen. Ja, ze doen allemaal CITO-toetsen. En dat is ook niet altijd zo geweest, natuurlijk. Nee, dus, dat is waar. Laaggeletterdheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, hoor. Maar je ziet wel bij de oudere leeftijdscategorie komt het wel meer voor. Dus als je zegt van ja, hoe komt dat nou? Bijvoorbeeld, als je lang ziek geweest bent, bijvoorbeeld, dan heb je minder school gehad. Als je vroeger... Nou, ik had het net met iemand over dyslexie, bijvoorbeeld. Ja. Dat werd vroeger natuurlijk helemaal... kreeg dat niet zoveel aandacht. Wist het niet. Nee, er was gewoon heel weinig kennis over. En als jij niet goed mee kon komen... Nou, dan werd je achter in de klas gezet. En dan werd er niet zoveel aandacht aan je besteed. Nog, ja. Niet van mezelf, hoor. Nee, maar dat kennen we allemaal wel. Ja. En ja, dan doorloop je wel die school, maar met... wat minder bagage. Ja. En uiteindelijk, als je dan van school afkomt en je hebt moeite met dat lezen, met dat schrijven, dan ga je het ook ontwijken. Dan ga je dat minder gebruiken. En nou, je hebt waarschijnlijk ook wel Frans gehad op school vroeger. Mm-hmm. Nou, toen je op school zat, kon je dat best wel goed. Je kon heel goed, best wel goed. Je kon aardig eruit komen. Als je daar niks mee doet, na die middelbare schooltijd. Naar beneden. Het zakt allemaal weg. En na een aantal jaar, ja, je verstaat misschien nog wel iets. Ja. Maar je kan het niet meer echt goed gebruiken. Ja, ja. Dus dat is ook gewoon bij de Nederlandse taal. Als je dat niet actief veel gebruikt, niet onderhoudt eigenlijk, dan zal je niveau steeds lager worden. En je kan jezelf sowieso dan niet meer verbeteren. Hoe kun je dat verbergen? Hoe gaan ze daarmee om? Want ons hele leven bestaat uit letters. Dat klopt. Nou, wat laaggeletterden zijn vaak heel sterk in het verbale. Dus het spreken. Ja, ja. En... dus als je, ja, daarmee kan je het al natuurlijk, want dan heb je niet snel de neiging als een ander om te denken, die snapt het niet. Nee, want verbaal zijn ze vaak heel sterk. Ja, en heel veel smoesen gebruiken. Ik ben mijn bril vergeten bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die je dan doet. En zo zijn er heel veel dingen om het maar te ontwijken. En... dat gaat de hele dag door. En dat is voortdurend schaamte, schaamte, schaamte. Er zit heel veel schaamte bij, inderdaad. Ja. Als je van buiten Nederland komt en Nederlands is niet je moedertaal, dan is het heel makkelijk om... dan is hulp het logisch. Ja, want dan is het logisch dat je daarbij hulp nodig hebt. Ja. Dus dat komt wel. Maar als je Nederlands als moedertaal hebt en... je moet eigenlijk zeggen dat je niet goed kan lezen, niet goed kan schrijven. Dat is best wel lastig. En je kinderen gaan allemaal... Die gaan wel door. Ja. Och. Dus wij willen daar met elkaar, met al die samenwerkingspartners, met al die partijen op Goeree Overflakke, willen we daar echt wat aan gaan doen. We willen het bespreekbaar maken. Dat mensen echt de stap durven zetten om ook daadwerkelijk beter te gaan leren lezen, beter te gaan leren schrijven. En hoe wil je die mensen bereiken? Dat is natuurlijk vrij lastig. Ja. Maar daarom is het belangrijk dat
taboe eraf gaat. Dus dat we het bespreekbaar maken en dat we het met elkaar duidelijk maken dat je er wat aan kan doen. Ja. Dat het je leven heel erg kan verrijken. Als je beter kan lezen, beter kan schrijven. Ik heb een man die had ook een cursus gedaan bij ons. En die werd begeleid door een vrijwilliger. En stapje voor stapje kon hij steeds beter leren lezen. En toen kon hij zijn kleinkind voorlezen. En dat had hij nog nooit bij zijn eigen kinderen kunnen doen. Dus het zijn ook wel kleine dingen, maar die heel waardevol kunnen zijn. Ja. Nou, dus dit programma zou kunnen helpen om mensen die denken van nou... Ja, maar misschien als iemand anders kent en hem wil nemen. Wij gaan in de bibliotheek. Kijk, de bibliotheek is in eerste instantie niet een plek waar je aan denkt... om als laaggeletterde... Nee, toch? Nee, dat is, nee. Ja, die combinatie komt misschien heel raar over. Maar het is wel een toegankelijke plek waar iedereen terecht kan. En wij organiseren heel veel activiteiten, ook in de toekomst, om laaggeletterden weer wat te helpen. Ja. We hebben vrijwilligers bij de bibliotheek die in een één-op-één situatie je kunnen helpen. Ja. We hebben ook voor mensen die van buiten Nederland komen, hebben we ook bijvoorbeeld, starten we binnenkort een taalcafé waar ze met elkaar kunnen praten. Ja. We hebben ook digitale cursussen, want dat valt daar ook onder, hè, onder dat digitaal huis. Ook echt basiscursussen, klik-en-tik cursus heet dat. Leuk. En dat is echt voor mensen die echt nog, nou, eigenlijk haast nog nooit met de computer gewerkt hebben. En dat is heel leuk, want dan dat is een cursus op je eigen niveau, in je eigen tempo. En in 8 lessen zie je mensen gewoon heel erg groeien. Ach, wat en leuk. Echt gebruik kunnen maken van die computer. Ja, we hebben ook elke vrijdagochtend het Digicafé in de bibliotheek. En daar kan je ook met elkaar oefenen. Je kan ook vragen stellen over digitale dingen. Dus het zijn echt, we hebben een digipoot, zeg maar, ja. En een taalpoot in dat digitaal huis. Wat klinkt dat allemaal leuk. Ja. Nog een vraagje. Ja. Ja, je roept ze zelf op, hoor. In de bibliotheek kun je gaan, wanneer je dus laaggelet bent, je ziet dit programma en je denkt, hey, nou ga ik er wat aan doen. Juist. Dan zit je daar in de bieb en dan komt je buurvrouw binnen. Mm-hmm. En die zegt, hey, doe jij hier? Ja. Die schaamte is dan niet weg. Nee, maar ik denk als je eenmaal de stap maakt, dan hoop ik dat je daar dan ook voor gaat. Zeg maar. Okay. Als je de keus voor jezelf hebt gemaakt, en dat kan inderdaad dat je dan je buurvrouw tegenkomt. Ja. Ja. We hebben straks met dat digitaal huis, dat punt, zeg maar, dat fysieke punt, is echt 2 keer in de week is dat open. Ja. Dus het is echt gewoon een plek in de bibliotheek waar je terecht kan met je vragen over de taal of de digitale vragen die je hebt. Er komt ook een speciale collectie met materialen. Er zijn speciale materialen voor vrijwilligers die dus aan de slag gaan als taalmaatje bijvoorbeeld. Dus nog een gekke vraag, hele gekke vraag. Maar je bent getrouwd. Ja. En nou, laten we even die meneer nemen waar je het net over had. Weet zijn vrouw dan, over het algemeen, weet de partner, weten de kinderen van het probleem? Nou, dat kan je niet natuurlijk zo zeggen. Of dat nou, zo laat is. Ik, het zo ik kan me voorstellen dat het niet altijd het geval is. Nee, eigenlijk bedoel ik, kun je het voor zulke mensen die zo dicht bij je staan, kun je daar nog verborgen voor houden? Dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Nee. Ik kan er van alles bij verzinnen, maar... Kunnen zeggen dat je slechtziend bent of zo. Natuurlijk kan je, ja, dat kan je zeggen, maar ja, het geeft wel een beetje aan dat het heel erg moeilijk is. Zo. Ja. Dat je het beheerst, laat ik het zo zeggen, het kan je hele leven beheersen, zeg maar. Want je bent heel erg afhankelijk van anderen ook. Ja. Je moet heel veel om hulp vragen. Het heeft invloed
op je gezinsleven ook. Je zegt het net al zelf. Het is ook vaak zo dat kinderen die laaggeletterde ouders hebben, die hebben ook natuurlijk het risico om zelf laaggeletterd te worden. Want het is een taalarme omgeving. Er wordt weinig met kinderen gesproken. Al helemaal niet voorgelezen. Boeken zijn er er wordt niet voorgelezen. Nee. Dus het heeft eigenlijk op alles heeft het effect. Op je werk. Je hebt natuurlijk moeite om een betere baan te krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Want ja, solliciteren moet je dan toch doen. Ja. Het kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen op je werk. Omdat je de veiligheidsinstructies de niet ziet. Nee, precies. Dus het komt overal terug. Ja. Dat beseffen wij niet, hè? Nee. Gezondheid, wij ook lezen zoiets. Gewoon. Ja. Nou, precies. Voor ons is het zo vanzelfsprekend. We staan daar helemaal niet bij stil. Ja. Maar er is dus een grote groep die vanzelfsprekendheid niet heeft. En daar maken we ons sterk voor. Geweldig. Dat is ook heel mooi. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dan wel even over een fikse drempel heen moeten. Ja, ja. Maar door er veel te over te praten. Ja. Misschien ken je wel iemand, een buurvrouw of weet je, dat ik helemaal niemand kan bedenken. Ja, ik kan wel mensen bedenken die... Ja. Nee, ik weet het niet. Nee, dat hoeft ook niet in één keer. Maar misschien als je er wat meer over nadenkt. Dat je dan toch wel wat mensen kent. Het is toch, ik vind het fascinerend hoor. En denk je dat er veel mensen zullen komen? Ik hoop dat er veel mensen zullen komen. Omdat het zo mooi is om die taal gewoon als gereedschap te hebben, zeg maar. Om verder te komen in je leven. Ja. Om jezelf te kunnen ontwikkelen. Ja. Dus je bent heel enthousiast, hè? Ja, zeker. Waar komt dat vandaan? Ja. Waarom? Het begint denk ik met liefde voor taal. Als kind las ik al heel graag. Je kan zoveel werelden oproepen met taal. Geweldig. Ja, verhalen zijn geweldig. Ja. Boeken, prachtig. Ik ben ook heel snel in de bibliotheek gaan werken. Omdat dat gewoon, dat was voor mij gewoon heel fijn om daar te zijn. En ook om met die boeken bezig te zijn. Maar de bibliotheek verandert. Dus mijn werk veranderde ook heel erg. Ja. En toen kwam ik ook in contact met het taalhuis. Toen kwam dat op mijn pad. En toen dacht ik, dat is voor mij. Want dat is, het gaat over taal. En het ook naar anderen de kans geven om bezig te zijn met die taal. En ik heb ook geleerd, terwijl ik daar nu al een tijd mee bezig ben, dat het die vanzelfsprekendheid waar we het net over hadden, die gold voor mij, maar voor heel veel mensen niet. Dus het zijn eigenlijk twee dingen. Het mooie van taal gewoon als verbeelding, wat je gewoon heel veel plezier kan brengen. Maar en aan de andere kant, het je verder kunnen helpen. Ja. Taal als gereedschap, het kan je verder helpen. Het kan je dingen brengen. Die je heel graag wilt, maar die je nu tegenhouden omdat je de taal niet goed beheerst. Dus het zijn twee dingen. Prachtig verhaal. En ik zou nog een hele tijd met je door kunnen praten, maar we gaan er toch een eind aan brengen. Oké. Maar één vraag riep het nog in me op. Je hebt het steeds over vrijwilligers. Ja. Heb je die? Ik heb een aantal fantastische vrijwilligers. En de groep wordt steeds groter en ik kan nog heel veel goede, enthousiaste, leuke vrijwilligers gebruiken. En die kunnen in de bibliotheek aan de slag als vrijwilliger, als taalmaatje. Taalmaatje, een mooi. Mooi. Dus dat je echt hebt een digitaal maatje. Of een gewoon taalmaatje. Ja, het kan allebei. Voor de klik-en-tik computercursussen hebben we vrijwilligers nodig. Voor het taalcafé. We gaan nog meer activiteiten opzetten in de bibliotheek. Dus als je interesse hebt, meld je aan. In de bieb? In de bibliotheek. In Milharnis. In Milharnis. Ik hoop dat er mensen opkomen.
Ja. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. Ja. Ik dank je heel hartelijk. Jij ook, bedankt. Heel fijn. Ja. Dank je wel. En graag kom gedaan. Nog eens vertellen hoe het verder gaat ermee. Ja, nou, we gaan binnenkort openen. Dus echt, het is nu nog niet open, maar een half april ongeveer. Ja, het wordt allemaal nog in de pers breed uitgemeten, maar dan gaan we echt officieel open. En er zal heel veel aandacht voor zijn de komende tijd. Nou, ja, dan gaan we nog een keer afspreken. Prima. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan met huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo op Ziggo kanaal 36 en KPN 1371. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflaquet.nl. Tot volgende week. Thank you.